En de agrarische sector in het binnenland verdient meer aandacht. En dus zijn stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo en de coöperatie Fitimau Koawang een samenwerking aangegaan. Dionne Dieko, voorzitter van Fitimau Koawang, zegt dat de overheid ook meer aandacht moet besteden aan de agrarische sector in Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne. Als voorzitter van de coöperatie wordt zij vaker geconfronteerd met de problemen van de leden. Dat zij bijvoorbeeld niet via de bank in aanmerking kunnen komen voor een lening. Ik wil een bijzondere oproep doen naar minister Sildin. Als hij me ziet, zal hij zeggen deze vrijpostige vrouw. Dionne Dieko. We vragen hem als minister van LVV en minister Graja Emanuels van ROS, agrarische sector binnenland, de directeur en de onderdirecteur. We vragen minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Van al deze mensen hebben we hulp nodig. Kijken jullie nou eens naar het binnenland ook, want het is een deel van Suriname. Er zijn heel veel mensen hier die leven van landbouw en veeteelt, meer van landbouw. Elk gezin bijna in het binnenland leeft van landbouw. Maar we zien dat de regering het binnenland helemaal is vergeten. En geen van deze drie groepen kunnen zeggen dat ik geen oproep op ze heb gedaan. Dionne Dieko heeft wel persoonlijk brieven naar ze gestuurd. Ik heb ze zelfs persoonlijk benaderd. Mevrouw minister Emanuels niet zozeer, maar de twee andere ministers en hun directeur wel. En geen respons, mag ik wel zeggen, ze moeten het horen. Ook doe ik een beroep aan onze president, de heer Santoki. Hij is vader van het land. Laat hem iets doen aan de agrarische ontwikkeling binnenland. We hebben het nodig. Dieko geeft aan dat de steun van minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen van groot belang is, omdat hun aanplant wordt vernietigd door sectoren die vallen onder zijn departement. We hebben problemen met de mannen die niet allemaal, met sommige van ze die goud delven en aan houtkap doen, ze vernietigen onze aanplant en onze kostgronden. En we hebben hun hulp nodig, want we leven overwegend hier van landbouw. En ook daarom moet aandacht geschonken worden. Als iemand geïnvesteerd heeft in een kostgrond aan planten, is het geld uitgeven. Net zoals de goudbelgen dat gedaan heeft. Dus ik vind niet dat ze dat recht hebben om jouw stukken land en aanplanten te vernietigen, om te kunnen voorzien in hun levensbehoeften. Wat gebeurt er dan met mij? Wat gebeurt er dan met de andere telers die 8, 9, 10 jaar geïnvesteerd hebben op één plek? Want dat leren we nu toch, duurzaam investeren. En dat doen wij en dan kom je dat vernietigen. En er is geen enkele instantie die opkomt voor de landbouwer. Zouden ze wat aandacht daaraan kunnen besteden? We hebben er behoefte aan. Dieko zegt dat er vanuit enkele instanties reeds hulp is geboden aan de coöperatie Fitimau Koawang. Zo heeft vicepresident Ronnie Brunswijk een donatie gedaan en heeft de Europese Unie een laptop geschonken. Tropenbos Suriname heeft 4 trainingen verzorgd en plantmateriaal en zaden gedoneerd.